Ah, good, good, good. Yes, you're doing good. Just, three more little tasks to perform, and we should be good to go. Okay. First, we're going to need some hacking equipment, the kind that nobody makes, and the sets that are in existence are all traced. So, we'll need to rob it from someone who won't mention that it's gone missing. Bank robbers! These guys. Now, they've set up a warehouse behind Vinewood Boulevard, maybe. Maybe they're getting some of the same ideas we are. Now, I recommend that you get the same van they have and switch out the equipment. And that way, when you make the run, they'll go chasing after their own van, and one of you can get away clean with the equipment. And at the same time, we'll need these thermal charges for the first vault door. Now, Meriwether, with whom I understand you are very, very well acquainted, has a regular contract to carry explosives across the city for their mining company. You will attack the convoy in Calafia Bridge. Take the charges from that shipment. And lastly, we're going to need some bikes. Fast ones. Really, really fast ones. And I've sourced some very, very, very fast bikes indeed. They're currently being borrowed from the manufacturer by a group of bikers that lives out in Sandy Shores and Alderney and all the corners of the country that are still living in the past. Anyway, get all that done, and we'll be good to go. Okay, bye. Nou, bedankt Lester. Leuk dat je allemaal kijkt naar een nieuwe video van mij, Fireco No Way. Ik ben vandaag weer met Fireco Killer J, Fireco Liquid en Fireco Theft. En we gaan verder met de Pacific Standard Heist. Het heeft even geduurd, maar we gaan nu beginnen met de missie Hack. En ja, ik heb er weer zin in. Hebben jullie er ook zin in? We zijn een tijdje weg geweest met de heist missies. Ik vind het helemaal mooi. We zijn weer helemaal terug. Even kijken. Ja, we moeten een of andere busje jatten. Ik weet niet, meneer Killer J, jij weet vast wel wat de bedoeling is van deze heist. Nou, eigenlijk niet helemaal, man. Sorry. Maar we moeten hack equipment jatten van bank robbers of zo. Oké, het gaat helemaal goed komen, ik hoor het al. Oké, we hebben hier, jullie zijn de decoys en ik ben de transporter. Is dat een goed idee? Nee. Ja, ik vind het ik ben wel een goede decoy. Ja, inderdaad, Ryan is altijd al een goede decoy, dus dit moet wel goed komen. Even kijken. Ik ben eigenlijk even op zoek naar een shirtje, maar gewoon. Nou, ik vind hem wel weer helemaal mooi eruit zien. Even kijken. Zo, custom vehicle. Ik denk ook wel swagger boy uit of zo. Oké, nou. Ik ben klaar. Zijn jullie ook ready? Dan kunnen we gaan beginnen. Want ik denk dat de subsidie al heeft mijn auto opgeplast, lang dus genoeg op hebben gehad. Ja, mijn auto is ook weg. Ik weet niet wie van jullie iets heeft gedaan met mijn auto net wanneer ik even niet oplette, maar ja, theft. It's gone. Grappig, ik had die van Joey. Oh ja, ik had die van jou trouwens, Stefan. Theft zegt van mij. Oké, kunnen we gaan beginnen, jongens? Ja, ja. Maar dat betreft wel, man. Let go! Oh, wacht, dan moet ik natuurlijk ready drukken. No shit! Ja, dat krijg je als je 4 weken lang geen huis doet. Ja, nou, we zijn buiten. Uit mijn prachtige villa. En ik ga wel bij de auto. Ik ga in de auto van Killer J. Alleen ik weet niet wanneer we moeten gaan splitsen of zoiets. Oh, wacht. Wacht, Liquid, stap. Ja. Ik stap op mij. Hey, dat was de deur. Oh, wow. Dan moet je dit als een geen deur nodig, man. Ik heb nog 15 games trouwens, Liquid. Ik doe toch heel even mijn game sound wat zachter. Even naar waypoint. Het lijkt erop dat het weer veel harder is gegaan als net. Zo, so, there we go. Het was gewoon een bug net, waarschijnlijk. Waypoint. Oké, een waypoint. Ik zet al een waypoint voor Killer J. We moeten naar deze mooie blauwe stip hier. En dat is het gebouw waar Lester vroeger altijd zijn missies startte, zeg maar. De singleplayer. Ja, zoals altijd kan Ryan heel goed rijden. Ik blijf de auto dit keer. Oké, we zijn onderweg naast objective. Go to the van. En de vraag is, kunnen we die heel makkelijk meenemen? Of gaan ze er misschien in één keer vandoor? Hij staat nog steeds stil op dezelfde plek. Ja. Dus ik weet niet of het zo moeilijk wordt, deze setup missie. Maar misschien moeten we er ook nog mee weg zien te komen. En dat kan het misschien een tikkeltje moeilijker maken. We moeten hier naar rechts. Andere rechts. Maar is het... Moesten we niet gewoon dezelfde van zeg maar, stelen? Okay. Of pakken en dan omwisselen of zo, of wat hij zei. Ja, ik wil mij gewoon dat nu doen, lieve schat.
Ik hoop dat Killage goed had opgelet, maar die zat waarschijnlijk naar zijn computer te staren of zo, onder de uitleg. Hey, dat is een 4K subs te kijken. Ja, inderdaad. Ja, Killage die kijkt elke 2 seconden zijn subs, omdat het allemaal omhoog gaat. Dus ben je nog niet gesubbed op Killage? Subscribe op Killage, de link staat in de description. Oké, we zijn aangekomen bij het busje. Jij hebt helemaal geen YouTube channel, die moet je toch eens een keer gaan maken. Ja, ja. Ik ben wel populairste van iedereen. Ja. Oké, go to the van, ik stap wel in. Nou, dit is, gaat dan niet zo moeilijk. Maar ja, jullie zijn decoy, hè, dus ik weet niet wat precies de bedoeling is. Ja, ga dan maar rijden. Ja, iedereen moet instappen. Ik stap even bij jou in. Wait. Ja, ik zit al achterin met een machine gun. Blijven jullie... Nee, ze moeten instappen. Iedereen moet instappen. Wait for your team to get in the van. Jezus, bling bling auto killer. Even serieus, joh. Okay. Deze is de achterbak. Ja. Hoop je. Zo. Ik zie wel dat jullie allemaal mooie apparatuur achterin hebben. Oké, okay, take the van to Firewood Boulevard. Hey jongens, hey, zorg dan niet dat we nu al politieachters aankomen, alsjeblieft. Ja, we moeten het op decoy hebben. Rijdt iets achter ons. Moet je nu al schieten dan? Je moet een beetje de spanning maken. En dat zijn allemaal verdachten. Oh, I got a kill! Oh, I got a kill! Mensen hebben het veel gezien, Stefan. Oh, wow. Oh shit, auto! Wacht, wat? Ja, ze kwam wel van rechts. Ze zat wel voorrang, maar ja, helaas. Oké, we rijden weer verder. Let's go. Die! Als even een van jullie leest wat er onder in beeld staat, dan weten we wat we moeten doen. Take the van to Vinewood Boulevard. Oftewel, we moeten... Maar Lester loopt allemaal shit te lullen, zeg maar, net. En dat hebben we niet naar geluisterd. Oh ja, dat kon ik dus niet zien. Oké, okay, jongens. We weten precies wat we moeten doen. En de informatie van Lester was enigszins handig. Ik hoorde iets over complicated, dus... Ik hoorde net iets van Lester van... schiet iedereen dood die je tegenkomt. Want anders kunnen jullie de missie niet halen. Oké, okay, ik heb hartstikke veel vertrouwen in jullie. Oké, ik zie heel veel rode stippen. Gaan jullie daar maar mee vechten? Take out the rival high screw. Oké, jongens, schiet ze allemaal neer. Draai de bus. Oh ja, dat was ik. Dat zijn heel veel rode stippies. Ja, maar waar zijn ze? Oké, jongens, vergeet je masker niet op te doen. Ik ga gewoon met jullie mee, fuck dat. Het zijn wel de meeste rode stippies die ik ooit heb gezien in GTA. Ryan is Mr. Explosive. Zat er daar nog één? Moeten we die bus nou nog bij ons houden of niet? Killage, ik rijd die bus gewoon lekker dat terrein op. Ja, rijd maar achterwaarts. Dan kan ik wel schieten. Maar straks zit er een kogel in een van die mooie computers achterin. Dan kunnen we helemaal overnieuw beginnen. Als ik nou die bus neerzet als koffer, dan kan iedereen erachter zitten. Is dat misschien een goed idee? Dat kan ik niet schieten, hè? Nee. Ja, dan heb je pech, je stapt nou, maar jij... uit. Oh shit. Oké, je was niet slim, man. Oh fuck. Oh nee, au, kut. Hij is weer dood. Oh, ik red hier door En we zijn... Ik red hier door granaten, door raketwerpen, dus ik ga niet dood. En hij stapt 2 seconden uit en hij gaat dood. Ja, inderdaad. Ja, ik zeg helemaal niks. Dat was toch niet zo'n goed plan met dat busje. Ja. Laat het opnieuw proberen. Restart, jongens. Quick restart. Oké, we laten het busje buiten het terrein staan. Dat vind ik een goed idee. En Killer J gaat ook gewoon uit die bus samen met Ryan en zo mee. Nou, ik durf. Lijkt me een heel sterk plan. En jongens, ik kijk wel gewoon toe hoe jullie het ervan afbrengen. Vind je dat een goed plan? Dat is niks nieuws, Stefan. Stefan, jij bent de cameraman. Ik bedoel... Ja, ik moet filmen. Ik moet filmen wat jullie doen. Oké, laten we richting het busje gaan en we proberen het gewoon nog een keer. En misschien als Lester iets zegt, misschien moeten we even opletten wat hij zegt. Ja, op zich. Eerst even mijn wapens goed zetten, nu ik weet dat ik ongeveer 500 miljoen mensen dood moet schieten. Aangezien iemand anders het doet. Oh, je laat gewoon die ene daar staan. Oké. Joey, kom je nog? Ik probeer in te stappen, ik wie hieruit ga. Joey denkt dat ik een taxiservice ben ofzo. Je mag ook wel een beetje lopen voor je geld. Ah, ik wacht nog steeds op mijn pizza, Stefan. Ik ook. Heb je er niet gehad? Nee.
Oh, ja. We gaan echt binnenkort bij hem langs. We hebben geen pizza meer gegeten. We gaan gewoon even zijn adres zeggen. Als het nog een week duurt, geef gewoon je adres aan je subscribers. Oh shit. Nee, Killer J, als je nou komt bij First Look, dan krijg je van mij een pizza. En neem ook twee subs mee, dan krijg je ook een pizza. Dat zal bij deze vast. Dat is gewoon je locktechniek, hè? Oké. Ja, Killer J krijgt een pizza en twee subscribers. Dat is dan het extra dingetje, omdat je afgelopen de Suzuki had erin geen pizza gehad. Ik mag twee subs meenemen naar First Look en die trakteer jij een pizza. Goed idee. Oh. Horen jullie dat? Dus subscribe op mij, dan maak je kans op First Look. Giveaway. Oké, jongens. Ja, pizza giveaway op First Look. Ah, de Dutch YouTube Gathering afgelopen weekend was echt verschrikkelijk tof. Ik heb twee games weggegeven en een exclusieve Firecom ook. En dat was best wel leuk om dat allemaal te zien. Met die games had je bijna doodgedrukt, man. Ja, jongens, als jullie deze video zien van de week of misschien vanavond nog maar even kijken, komt er nog een video aan van de Dutch YouTube Gathering met een compilatie hoe ik het er had. En ik wou inderdaad een game weggeven aan een aantal subscribers. What the fuck doe jij? Ik ga de andere kant op. Oh, oh ik ga met Rijn mee. Ja, ik snap wat je wilt. Wacht, we moeten er nog in. Maar we gaan achterlangs. Oké, stap in, allemaal in de bus. Okay. Maar inderdaad, ik ging daar dus heen en ik wou dus een game weggeven. En toen dacht ik van, hé, laat ik die eens in de lucht houden en roepen, gratis game! En toen stonden er in één keer heel veel kinderen om me heen die mij zowat wilden vermoorden. En ze gingen elkaar ook vermoorden voor die game. Dus... Oh, wacht even, nog niet schieten, nog niet schieten. Nog niet schieten. Ja, daar komen ze. Ja, ze schieten al. Oh mijn god. Oké, jongens. Ja. We moeten een strategie verzinnen. Verzin een strategie, boys. Ik gebruik mijn grenade launcher nu. Ja, hallo, wij lopen hier ook, hè. Ik weet niet of je dat toch in de gaten houdt. Er zitten ook nog mensen achter ons, jongens. Kijk uit. Hé, hey, we hebben ons masker niet eens op, hè. Waarom masker? Ze zijn toch allemaal dood zo. Ja, ze kunnen toch niks tegen de politie zeggen. Dat lijkt me wel heel raar daar zitten. What the fuck? Op. Dat lijkt die zitten op zijn hurken of zoiets. Wat de hel zijn er niet. Hoe? Ah, ja, right. Oké, waar zijn de rest van de enemies? Ik ben mijn parachute aan het trekken, dat is wel nodig hier, denk ik. Oh shit, ik ben bijna dood. Niet doodgaan. Oh shit. Oh, ik ben dood. Ik ga naar huis. We zijn al bijna dood, jongens. Ik heb echt een millimeter HP, zeg maar. No, je moet niet voorop lopen, want er gebeurt hetzelfde als net. Als je bijna dood bent, moet je terugtrekken. Dan moet je even je kogelvrij vest aandoen of wat eten. Die gast nog dood, wat? Gewoon pizza, dat werkt goed. Waar zijn de laatste? Precies, zoiets heb ik me ook laten vertellen. Oké, iedereen die gozer dween gewoon. Get into the white van. Waar is een witte van? Waar is een wit busje? Waar? Ja, dat is hetzelfde busje als daar waar we mee kwamen. Oh, is dat ding wit? Oh, oké, laten we maar weer terug gaan dan. Ja, dus waarom hebben we dit gedaan? Ik weet niet zeker hoor. Ja, waarom hebben we eigenlijk deze mensen neergeknaald? Gewoon niet aardig. Ja. Oké. Okay. Ja, wat was nou de reden dat we deze gastjes moesten vermoorden? Geen idee. Jongens, volgende keer luisteren naar Lester. Die geeft soms belangrijke informatie. Moet ook maar één iemand in... Wacht, wat? Oh, we moeten hem wisselen, het busje. Oh. Ha, nou nu snap ik hem. Dit is wel... naar het gele broodje hamburger. Ja, jongens, dit is wel uitgelegd aan het begin van de heist. Dat we een busje moesten verwisselen, inderdaad. In dat beginvideootje. Oké, nou... Maar het is wel grappig dat de vent die we moeten pakken zwart is. Wat bedoel je daarmee? En nou, dat zien ze lopen doen, joh. Ze zien het verschil volgens mij niet, hoor. Dat dit busje wit is en deze zwart. Hey, we moeten... Ik ben in mijn ijzer op slot. Ja, what the fuck? Wacht. We moeten hem naast verkeren. Tadadadam. Zo, nou is het wel goed. Ja, nou is zeker de deur wel in één keer open. Ja, nee, ik snap het, tuurlijk. Oh mijn god. Wauw. Wat is hij aan het doen? Wil je kijken hoe sportief ik ben? Ja, heb je zin in. Mij ook hier, of... Voor mij nemen we de server mee, of zo. Ik dacht gewoon dat het helemaal omgewisseld werd. Nee, dat zal ze Ryan niet laten doen, want dat is een vrouw. Wacht, wat? Even wacht. Wauw, shot fired. Hij wordt... Oh shit, dat was misschien niet zo slim om dat te zeggen, want nu zijn allemaal vrouwelijke subs boos. Het spijt me enorm. Ik excuseer mezelf. Oké, we gaan verder. We hebben nu een zwarte... Ja, ik heb vrouwelijke subs. Vrouwelijke subs, ik ben nog vrijgezel. Ik ben bijna 22.
Oh shit, ik doe het fout, ik doe het fout, ik moet terug, ik moet terug, ik moet terug, ik moet terug, wacht. Wait for the decoys to leave the area. Jongens, jullie moeten weg. Allemaal die bus uit. Oh. Move. Oh, huh? Ja, wegwezen, hup, move. Oh nee, wij moeten in deze bus. Dan moeten wij eens afleiden. Ga je nou in dat witte busje? Goed zo, en laat killetje... Killa, kom. Killa, 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 killa. Go, go, go. Hey, kom, je moet met ons mee. Ja, dat hielp. Dat hielp echt heel erg. Killerjay, stap even bij Tefton. Jongens, nou hebben we ruzie. Jullie zijn zo traag. Hij wil weer een hero zijn. Nee, hij moet 16 missen voordat hij iemand doodschiet, dus ja. Hij, misschien is het een... Ja, hij is nog levend. Even een idee. Stap in dat witte busje, Killerjay. Ik ga met Ryan wel in het zwarte busje of andersom. Weet ik voor wie er met mij mee wilt. Nee, jij moet alleen... Ja, oh, ik moet alleen... Oh ja, die moeten als dat drie. Oké, nou... Oh nee, niet, huh? Oh nee, ik moet met jou mee, wacht. Er staat bij mij in mijn beeld, Cat in the White Van. Dus waarschijnlijk moet ik in het witte busje en jullie in het zwarte busje. Moet in de zwarte. Jullie moeten in de zwarte, dan moet ik in de witte. Cat in the Black. Da-da-da-dam. We doen het wel goed, jongens, voorbereiding. Dit zegt, iedereen snapt nu dat als je naar onze video's kijkt, dan snap je echt hoe je een heist moet doen. Alleen, eigenlijk voornamelijk hoe je het niet moet doen. Oké, take the White Van to Lester's Factory. Oké, ik ga naar de... Dat is lekker om een busje uit het leven moeten houden. Erg slim. Ik ga naar de fabriek van Lester. Ik weet helemaal best, ik weet niet wat er nu gaat gebeuren, maar ik ga gewoon gas geven. Rifle High Street. Dus wij moeten naar Aguera Street. Oh, we moeten ons afleiden, denk ik. Schieten. Jullie niet, wij moeten dat doen. En waarom zit Tef niet bij jullie in dat busje? Just saying. Geen idee, ik weet niet wat Tef is. Omdat ik een auto heb gepakt, ik moet in ieder geval gewoon, ja. Nou jongens, dit is dus de voorbereiding van onze heist. We hebben totaal niet geluisterd naar wat Lester zegt. En dan krijg je dit. Oh my god. En Teft is dood. Maar oké, ik... We hebben nog een leven. Dat gaat wel lukken, jongens. Zo moeilijk is het niet. Laat jij voor ons. Dit is de laatste leven. Dan komen ze wel achter ons. Dat is een probleem. Ja. Ik zit in de auto en die moet gas geven. Oh, kut. Oké, ik heb busje bijna bij Lester afgeleverd. En hopelijk... Doen jullie dan hetgeen wat jullie moeten doen en zorgen dat hun afgeleid zijn door het zwarte busje? Ik kom straks wel weer naar jullie terug. Oké. Als dat kan. Ik denk dat voor mij het nou gewoon heel belangrijk is om überhaupt te blijven leven. Oké, het busje is afgeleverd. Er komt een chick naar buiten lopen. Die komt kijken bij het witte busje. What? Oh. I can use some hardware. Nou, alsjeblieft. We zijn al klaar of wat? Ja, ik denk het wel. Want ik hoor Lester zeggen, de mission complete, maar... Ja, ik heb nu een cutscene. Wij moeten nog hun hierheen brengen, zodat ze denken... Oh, shit. Wij zijn wel de goede missie aan het doen, Teft. Wait for the decoys to destroy the black van. Oké, jullie moeten een zwarte busje opblazen en dan maken ze er wegkomen. Ja, we moeten eerst naar Aguja Street gaan, waar die gang zit in. Ah, oké. Hierin. Nee, dan ga ik nog wel eventjes. Ik ga even naar de ammunition als die open is, want ik heb toch niks te doen. Destroy the Black Fan. Wij verwachten dat je er nog in. Ta-da-dam. Ik ben aan het shoppen, jongens. Ja, hey, en ik heb zoveel bijdrage geleverd. Ja, jij bent op mij. Bitch! Ja. Oké, de eerste settermissie van... Waarom heb ik nou brons? Platinum. Oké, stop Mike. Schouderklopje voor mij. Zo is dat boven, want ik kap hem mee. Oké. Ik hoop dat jullie van deze missie hebben genoten. Ik vond het zelf alweer, wel weer leuk. Het was niet echt een geslaagde missie, maar we hebben het wel gehaald. En daar draait het om. Laten we ervoor zorgen dat we de volgende episode toch wat beter... teamwork gaan leveren, jongens. En even wat beter luisteren naar Lester. Soms zegt hij nuttige dingen. Iedereen weer bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit een leuke video hebben gevonden. Vergeet deze video niet te liken. En vergeet niet te subscriben als je nog niet gesubscribed bent. Volg me ook op social media. Facebook, Twitter en Instagram. En Instagram wil ik wel wat extra followers op hebben. Ik heb er maar rond de 300. En ik plaats er best wel leuke behind the scenes foto's op. En dingetjes wat ik doe naast het gamen. En willen jullie dat weten, check mijn Instagram. Mijn Instagram staat in de description. En iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Laters.